Lieve Marianne, maandag 15 maart... omdat ze tegenwoordig bij diverse programma's vragen aan cabaretiers... wil ik benadrukken dat ik mijn tekst niet van tevoren heb laten lezen. Ik herhaal, ik heb het niet laten lezen. Dus ook niet het stuk waaruit blijkt dat Frank Dane geen volbloed Nederlander is... maar homeopathisch verdund met Deens bloed. En dat Jelmer, dik in de 30, elke week trots als een peuter... die voor het eerst een drol in een potje heeft... zijn Lego-autootjes aan mij komt laten zien. Ja. En dat Jelte als enige de vrije val van partydrugs... nog een beetje weet te temperen. Dat Hannelore dus gewoon echt een vrouw blijkt te zijn. Dat Christen Luc zich vooral kwaad maakt over het feit... dat de rietjes bij de Mac van papier zijn... zodat je met een natte slappe aan je dikke milkshake moet zuigen. En dat Eke, de zelfbenoemde snackspert... half mens, half frietsaus, vandaag jarig is... en dat gewoon gaat vieren met meer dan één gast. Ja, dat heb ik allemaal niet hoeven laten lezen. En het hoeft hier nooit. Ze blijven achter me staan. Oh, nu zie ik wel iemand weglopen. Maar dat is Eke die even 5 kilo kipnuggets gaat bestellen om te trakteren. Nou, deze week zijn de verkiezingen. Ik vind het een mooi fenomeen. Er zijn best veel kiezers die het ook vandaag nog helemaal niet weten. Sterker nog, die weten het zelfs nog niet als ze het stemhokje inlopen. Dan kijken ze naar de lijst en dan pas beslissen ze... ja, die doe ik. Zomaar opeens. Is dat raar? Nee hoor. Ik ken het van school. Hadden leerlingen 4 of 5 of zelfs 6 jaar keuzebegeleiding. Maar de meesten hadden vlak voor het eindexamen nog geen flauw idee... wat ze verder willen. Geen flauw idee. Zelfs na 2 tussenjaren wisten ze het nog niet. Sommigen kozen dan totaal uit het niks bijvoorbeeld... om dan maar sidekick bij de radio te worden. Ja. Kwam uit geen enkele beroepentest, maar het leek ze wel makkelijk... en het verdient buitengewoon goed. Op het laatste moment gebeurt heel vaak... ik ben bij trouwpartijen geweest dat je echt zag aan 1 van de 2... dat hij op het laatste moment dacht... ja, ik heb er geen idee bij, maar dan doe ik die wel. Maar andersom is nog raarder. Mensen die al hun hele leven weten waar ze op gaan stemmen. Wereld is nooit veranderd. Je kan het trouw noemen, maar ook vastgeroest... of absoluut niet geïnteresseerd in iets nieuws. En tuurlijk, er waren ook leerlingen vroeger... die hun hele leven al wisten wat ze wilden worden. Ik gaf vroeger les aan ene Willem-Alexander... en die riep op zijn 6e al... ik word later koning, ik word later koning. Ook kinderachtig. En ja, ik ken ook zangers die al heel veel maanden zeker weten... met wie ze willen trouwen en die dat ook alleen iemand uitgebreid ten huwelijk vragen... met duizenden vaccinelichtjes en dat op social media zetten... en dan op het laatste nippertje er toch met een ander vandoor gaan. Nou, het kan allemaal. Wat ik bedoel te zeggen, kiezen is niet makkelijk. Dinsdag 16 maart, ook de strategische stem gaat nu weer een rol spelen. Op de een stemmen om de ander te krijgen is een hele oude truc... Om de mooiste vrouw te versieren moet je eerst uitgebreid gaan zitten praten met haar vriendin. Strategisch versieren. En het werkt wel, heb ik veel ervaring mee hoor. Veel vrouwen willen namelijk heel lang met mij praten. Er lag een brief voor mij thuis op tafel van mijn vrouw. Ze wilde het uitmaken. Maar de brief zat niet in de tweede envelop die in de eerste envelop gaat. En dan is het niet geldig. Dus we blijven gewoon weer 4 jaar bij elkaar. Een bepaalde groep mocht per post stemmen. Nou, dat is bij een behoorlijk deel fout gegaan. Die mensen kregen namelijk die 2 enveloppen. 1 envelop voor een stembiljet met de tekst... deze envelop is alleen voor de stembiljet, stond te groot op. En een retour envelop waar ook de stempas in moest. Maar een deel van de mensen deed de stempas samen met de stembiljet in de envelop... waarop staat, deze envelop is alleen voor het stembiljet. Nou, dat is dan niet geldig. Ik kan hier 2 dingen over zeggen. 1. Wat maakt het nou uit dat ze in dezelfde envelop zitten? Doe niet zo moeilijk. Of 2. Als je niet in staat bent om een simpele zin te lezen als... deze envelop is alleen voor het stembiljet... is het dan wel verstandig om mee te denken over de toekomst van het land? Nou, jullie mogen zelf kiezen wat je ervan vindt. Woensdag 17 maart, er is een nieuwe Bretonse variant van het coronavirus... met de speciale eigenschap dat de wattenstaafjestest het helemaal niet kan zien. Er is ook een andere Franse variant, dat is de lange Franse variant. Kun je ook niet direct zien, maar dat herken je als iemand opeens totale onzin begint uit te kramen. De Keukenhof mag voorlopig niet open. Zoals de regering in Den Haag zei, als de Japanners ons niet toelaten bij de Olympische Spelen, dan kunnen ze hier ook niet naar de Keukenhof. Maar het is natuurlijk ook verkiezingsdag. Minister De Jonge is gaan stemmen met zijn verkeerde paspoort, met allemaal gaten erin. Dat is heel dom. Maar daarna gaf hij ook nog zijn vrouw de schuld ervan. Hij zei, die had het allemaal klaargelegd, naast zijn lunchtrommeltje.
Hugo kwam pas achter de fout toen hij zag dat hij een stembiljet op brood had en dacht, dan heb ik dus een plak kaas in de stembus gegooid. De verkiezingen dus, ik ben er afgelopen tijd helemaal niet mee bezig geweest. Maar goed, ik heb zelf het idee dat VVD, D66 en Forum de grootste winst gaan halen, dat links behoorlijke klappen krijgt en dat er 4 nieuwe partijen in de Kamer komen. Maar goed, ik ben er niet zoveel mee bezig geweest. Nee. Donderdag 18 maart, nou, dan zat ik toch behoorlijk goed met de voorspellingen. VVD, grote winst. Het is net als in het onderwijs. Als je veel fouten maakt, dan mag je blijven zitten. Bij Forum was er sprake van het... Bij Forum was er natuurlijk sprake van het Martijn Koning-effect. En voor links geldt, het gras bij de buren rechts lijkt voor Nederland groener. Zoals een goede vriend van me zei, ik schrijf nu rechts, maar ik blijf linksdragend. Nou, Tiger Woods is weer thuis uit het ziekenhuis. De beroemde golfer heeft afgelopen maand stevig aan zijn handicap gewerkt. Vrijdag 19 maart, de Nederlandse fietsendienst Swapfiets gaat nu ook naar onder andere Barcelona, Wenen en Lyon. Een enorm succes. Voor €15 per maand een fiets. Bij een lekke band mag je gelijk ruilen. Ze zijn nu ook bezig met de partnerdienst Swap. Een maandelijkse bijdrage per partner. En als er iets mee is, mag je die gelijk ruilen. Spanje wil gaan testen. Die gaan testen doen met een 4-daagse werkweek met behoud van het huidige 5-daagse salaris. Het heet dan ook La Ley de Cun Esandro. Volgens de initiatiefnemers zorgen kortere werkweken voor hogere productiviteit, minder verzuim en een beter klimaat. Je zou, als je het omdraait, dus ook kunnen zeggen dat mensen die 5 dagen werken minder productief zijn en heel slecht voor het klimaat. Nogmaals, ik heb niets hoeven laten lezen van tevoren. Nou, tenslotte, ook mijn vrouw is vandaag jarig. En haar hoef ik ook nooit iets te laten lezen van tevoren, omdat zij mij toch wel begrijpt. En dat vind ik heel lief. Dus gefeliciteerd. Tot volgende week.